Wessel Simons van Bitcoin Magazine en we zitten hier met Michael Earhart van GoBlock, crypto-investeerder, crypto-miljonair, zo mag ik je wel toch aankondigen. Ja, een beetje. Ja. Natuurlijk. Oké. Michael, wat vind je van, wat is je eerste indruk zo van deze eerste dag als we van de dag van de crypto? Ja, leuk. Veel enthousiastelingen. Veel mensen die graag willen leren. Ik vind dat sowieso wel heel mooi. Kijk, volgens mij de mensen die hier nu komen, steken in ieder geval tijd en geld in om toch te leren waar ze mee bezig zijn. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Ja. Ja. Je komt net uit een sessie met onder andere volgens mij Vincent, Joël, ja, HP, klopt. Over belegging. Binkbank ook. Ja. Binkbank inderdaad. Wat speelt er eigenlijk bij het publiek qua vragen? Ja, het is toch heel veel. Wat is het goede? Wat is een goed project? Wat is de next big thing een beetje? De volgende Bitcoin. Ja, wat is de volgende Bitcoin of Ethereum? En wat zeg merk je dan? Je heel vaak. Ik zeg dat ik daar geen idee van heb. Maar dat je kan ze wel heel goed kunt spreiden in die zin. Goed je onderzoek doen. Ja. En diversificering. Ja, net als in elke andere portfolio van assets. Ja, ja. Dus gewoon lekker spreiden als belegger. Ja. En voor de rest goed je onderzoek precies, doen. Precies. We komen dadelijk op een aantal ICO-trends. Maar misschien kun je wel een project noemen waar je wel enthousiast over bent. Die nog moet komen? Nou, uit de huidige top 20. Uit de huidige top 20. En misschien bijvoorbeeld Icon, heb je al eerder iets over? Ja, absoluut. Ja. Ben ik erg enthousiast over. Wat is daar nou zo rete goed aan, zeg maar? Het feit dat zij dus al een netwerk hebben gecreëerd voordat de blockchain publiekelijk ging. Dus zij hadden al een blockchain systeem draaien, Loopring heette dat. Oké. Of Loopchain. Loopchain, oké. Okay. En... Het mooie daarvan is dat daar al bedrijven, instanties, een netwerk van universiteiten bijvoorbeeld, okay, maar ook een netwerk van financiële instellingen, okay, die draaiden daar al op. Okay. En die hadden al diensten die daarop draaiden. En een voorbeeld van een dienst was een Know Your Customer dienst, waarin de identiteit van iemand gecheckt kon worden. Okay. En vanuit die gedachte van het verbinden van al die partijen, zijn zij dus echt een blockchain netwerk gestart. Ook is het zo dat een van de grootste fintech bedrijven in Zuid-Korea daarachter zit, Daily Intelligence. Als investeerder aandeelhouder? Ja, nou, als investeerder aandeelhouder, maar ook ontwikkelende partij. Dus het geeft gewoon enorm veel legitimiteit met zich mee. En ze brengen dus direct al een netwerk met zich mee ook. En dat onderscheidt zich heel erg van heel veel andere projecten die nog gewoon compleet moeten beginnen. Ja, ja, ja. Zij hadden een werkende oplossing, blockchain-oplossing. Precies. Ze hadden klanten. Ja. En gingen toen eigenlijk pas denken klanten, over... een enorm team was er al. Dus ze hadden eigenlijk alles al. En vanuit die gedachte zijn zij begonnen. Ja, dat is volgens mij het sterkste wat je kunt doen. Ja. Ja. En even in het korte, wat doet Icon? Gericht op business, hè? Ja, gericht op business, maar ook publieke instanties. En dan echt het verbinden ervan. Dus interconnectivity zijn ze ook erg op gedoeld. Ja. Ze willen eigenlijk een netwerk, het netwerk van het netwerk zijn. Dus je hebt heel veel netwerken en Icon die doelt erop om die allemaal te gaan consolideren en bij elkaar te brengen via hun netwerk. Dus stel, ik noem wat, we hebben hier een ziekenhuis in Groningen. Wat heeft het ziekenhuis in Groningen? Wat zou dat theoretisch aan Icon kunnen hebben? Theoretisch gezien zou het zo kunnen zijn dat andere ziekenhuizen in de wereld daar ook bij verbonden zijn. En dat je op die manier op een slimme, veilige en efficiënte manier data kunt uitwisselen. Bijvoorbeeld over patiënten. Stel nou dat ik naar Frankrijk ga, ik ga op wintersport en ik breek mijn been, weet ik veel. Ja, ja. Dan kan via zo'n netwerk op een goede en veilige manier kan een dokter in Frankrijk, als ik daar toestemming voor geef, kan mijn medische historie bijvoorbeeld inzien. Nou, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat stel je bent allergisch voor bepaalde medicijnen. Dan of mijn bloedgroep, dan hoeft het niet meer getest te worden, ik noem maar iets. Hè. Dat, hele simpele dingetjes kunnen dat zijn. En dat is beter dan de netwerken die er nu liggen? Ja, veel beter. Ja, ja. Ja. Omdat het... Nou, ik weet persoonlijk gewoon dat... Ik ben net herstellende van een longontsteking. Ik ben in twee verschillende plekken geweest. Die weten van elkaar niet eens wat er is besproken. En dat is binnen één stad. En dan denk je, kun je nagaan hoe dat is als je landsgrens overschrijdt. Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk echt de kracht van blockchain is. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn ook de oplossingen waar we allemaal iets aan hebben. Ja, zeg maar, die echt een maatschappelijk belang dienen. Ja, ja. Ja. En nu zie je toch een trend dat het meer andersom is. Hè? Men begint misschien eerst met het ophalen van kapitaal en dan nadenken over in veel gevallen wel. Ja, in veel gevallen wel. Dat zijn dan ook directe projecten waar we eigenlijk van weg blijven. Dus als investeerders kijken wij, analyseren wij heel veel projecten. Nemen we ook wel contact op met redelijk veel projecten.
om vervolgens in gesprek te gaan met hun teams van oké, wat kunnen ze daadwerkelijk, wat is er al, in hoeverre kunnen wij dat al zien? Hebben ze al een werkend product, is het al een bedrijf, hoe zit het qua backing vanuit de industrie? Hè? Stel dat jij een loyaliteitsprogramma wilt starten, ik noem maar iets. Ja. Dan is het wel handig als je al een aantal grote bedrijven hebt die grote loyaliteitsprogramma's hebben, ja, die het interessant vinden. Is dat niet zo, dan heb je een hele leuke oplossing, maar geen klanten. Je zei eerder, hè, bijvoorbeeld, je was eerder enthousiast over de ICO Ocean Protocol, volgens mij. Protocol, ja. Misschien kun je dat even kort uitleggen wat... Absoluut. Het is een collectief van twee echt vrij grote blockchain partijen. Dus eentje is BigChain DB. Dat is een van de grootste al draaiende blockchain projecten, waarop veel bedrijven ook wel bouwen. Zit in Duitsland, ja, Blockchain DB, een Duits bedrijf. En die werken samen met een ander bedrijf, DEX, dat is een exchange platform. Oh ja. Hebben zij Ocean Protocol gestart. Okay. Compleet gericht op het uitwisselen op een veilige manier van data. Okay. Dat is een heel breed begrip natuurlijk. Ja. Maar wat op dit moment gebeurt is dat heel veel data is eigenlijk in silo's is opgeslagen. Ja. En zij hebben een protocol ontwikkeld, of zijn daar vrij ver mee. Waarin die data op een veilige manier kan worden uitgewisseld. En dan bedoel ik met veilig ook dat mensen weten wie de eigenaar is. Dat die eigenaar de rechten ook zou kunnen intrekken. Maar op die manier kun je data dus voor een veel breder scala aan oplossingen gebruiken. Want dus het gaat verder dan een datacenter wat gecentraliseerd is? Ja, het gaat veel verder. Ja, okay. En daarnaast, wat ook heel erg belangrijk is, is dat data is een mooie term, maar data moet ook goed gestructureerd zijn, want anders heb je er niks aan. Ja. Dat is waar zij ook een rol in spelen. Oké. Dus zie ik enorm veel potentie in. Voornamelijk ook vanuit de industriebacking die zij al hebben. Er zijn enorm veel... Zij zijn in overleg met heel veel van de grotere financiële instellingen. Van de grotere partijen die data opslaan. Die bijvoorbeeld klantendata opslaan. Een pensioenfonds zou dat ook kunnen doen. Bijvoorbeeld. Ja. En wat zij dus eigenlijk gaan doen is dat je data gratis uit kunt wisselen. Okay. Alle frictie ertussen uithalen. Gratis? Gratis. Okay. Uiteraard betaal je een node fee om het netwerk... Maar stel, ik doe heel concreet bijvoorbeeld de pensioenfonds van de metaalindustrie. Die kan zeg maar Ocean Protocol gebruiken om bijvoorbeeld alle klantendata efficiënter te krijgen. Of ja, hoe moet ik... Moet je wel meer denken, denk ik, aan het voornamelijk ook het domein van machine learning, van AI-technologie. Kijk, dergelijke algoritmes enigszins slim te maken is enorm veel data nodig. Ja. En het probleem is dat heel veel grote bedrijven, die hebben heel veel data. Ja. En heel veel kleine start-ups, die hebben allemaal geniale algoritmes die prima zouden kunnen werken, maar die hebben geen data om het algoritme mee te trainen. Is een mismatch eigenlijk. Is een mismatch. Dus bij de grote bedrijven zijn die datasilo's, waar gewoon eigenlijk niemand iets mee kan doen, behalve de bedrijven zelf. Bijvoorbeeld een Ahold of... Precies, maar ook een Google bijvoorbeeld en een Facebook. Kijk, dat zijn op dit moment de partijen die in de beste positie zijn eigenlijk om goede AI en machine learning algoritmes te trainen en te ontwikkelen. Puur omdat zij de data hebben. Ja, ja. Nu is het zo dat heel veel start-ups hele slimme algoritmes hebben. Ja. En die hebben de data dus niet. Nou, en om dat proces dus, die frictie daaruit tussenuit te halen, dat is waar Ocean Protocol voornamelijk op doet. Ja. We hebben natuurlijk eind jaren 90 al gezien, weet je wel, dotcom periode. Verwacht je ook dat bijvoorbeeld Microsoft ging ineens allemaal internetbedrijven kopen. Voorzie je ook dat Google en Facebook op de duur zijn? Ze betreden nog niet heel actief deze markt, maar... Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, want het zijn beide hele monopolistische bedrijven natuurlijk. Ja. In hun respectievelijke industrieën. Nee, centralistisch. Heel erg, ja. En ik zie niet zo snel hoe die hierin een rol kunnen gaan spelen. Nee. Niet, behalve het feit dat bijvoorbeeld op het moment dat Google zijn data kan monetizen, dat zij daar gewoon een nieuwe revenue of omzetstroom van kunnen genereren. Ja. En dan vinden ze het in één keer heel erg interessant natuurlijk, want dat betekent dat zij weer meer omzet gaan draaien. Ja, maar, kijk, het heeft niet zo heel veel zin als Google heel veel blockchain startups gaat kopen. Want blockchain startups zijn compleet gericht in het algemeen op gedecentraliseerde governance, data, open source. Ja. Dat is helemaal niet... Het is echt een different beast. Mensen moeten het echt compleet anders. Ja.
Laten we een aantal trends in de ICO-markt en dan gaan we afronden. En dan, wat je ziet inderdaad, dat ICO-markt in de voorverkoop wordt heel snel uitverkocht. Hè. Ja. Vervolgens komt er een personal cap voor iedereen. Ja. Dat is echt een best wel hardnekkige trend, toch? Ja, je ziet inderdaad dat er eigenlijk veel te veel geld is voor het aantal ICO's. Voornamelijk de goede projecten. Ja, daar wordt soms wel, qua commitment aan wat mensen erin willen doen, die zijn soms wel 10 tot 20 keer zo hoog als dat ze daadwerkelijk realistisch gezien kunnen accepteren. Kijk, een project, als ICO zijnde. Ja, kijk, een project wat 20 miljoen ophaalt, dat is natuurlijk al enorm veel. Ja. Hè? Maar soms is er wel 2, 3, 400 miljoen aan geld wat daar eigenlijk wel in wil. Ja. Maar dan merk je dus dat ICO's daar wel limieten op stellen. Hè? Dus die zeggen wel gewoon van, ja, nee, we gaan niet meer dan dit ophalen. Simpel. Dat is wel aan het veranderen, toch? Eerst was het gewoon unlimited. Je had op een gegeven moment, het begon echt met de allereerste ICO's die haalden. Nou, er was geen cap op, maar die haalden ook niet zoveel op. Dus het maakte niet zo heel veel uit. Okay. En die haalden een ton van NEM bijvoorbeeld. Die haalden rond een ton op. En dan heb je wat grotere projecten gehad. Ethereum en Mastercoin en zo. Die haalden dan een paar miljoen op. Ja, ja. Ethereum volgens mij 17 miljoen of zo. Ik weet het ook niet meer precies. Okay. Maar en toen had je op een gegeven moment een beweging dat het dat er wel genoeg aanbod was voor de vraag. Ja. En dat duurde best wel lang. Totdat op een gegeven moment, begin 2017, en dat werd steeds erger, heel veel mensen in één keer in die ICO's gingen duiken. Ja. Toen kreeg je dus inderdaad al dat het op een gegeven moment een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt werd. Dus mensen die bijvoorbeeld hele hoge transactiekosten betaalden, die kwamen ertussen. Ja, ja. En die konden die projecten kopen. Ja. En die verdienen daar heel veel geld ook aan, omdat er veel te veel vraag was. Dus op de markt konden ze het volgens veel duurder verkopen. Ja. Het is eigenlijk niet te geloven, hè, dat Ethereum 17 miljoen heeft opgehaald. Nee. Want, als je het nu in deze huidige stand van zaken. Nou, het kan iets meer of iets minder zijn, maar in die regio. Ja. Nee, absoluut. En dat, als je ziet de waarde die het nu heeft. Die waardestijging is natuurlijk enorm. Ja. Dan heb je ook nog een differentiatie in het feit dat op een gegeven moment dus whitelists naar voren kwamen. Ja. Waarin jij dus jouw e-mail en Ether-adres vaak al voor de tijd moest registreren. Ja. Eerst was dat nog zonder identificatiecontrole verder. Ja. Op een gegeven moment door voornamelijk bewegingen uit de VS, maar ook uit China. Know your customer. Moest iedereen know your customer procedures gaan doen, AML procedures, dus anti-money laundering en dergelijke. Op zich een goede ontwikkeling. Vind toch? Ik een fantastische ontwikkeling. Ik bedoel, niemand die in onze omgeving in ieder geval, die zit erop te wachten dat hier terrorisme mee gefinancierd wordt. Ja, dat zei ik eerder vandaag ook al. Ik vind dat mensen moeten ophouden dat soort reguleringen negatief op te vatten. Want volgens mij vindt iedereen dat goed. Ja. Nu zie je steeds. Dus die trend wordt eigenlijk steeds erger. In de zin dat in de pre-sales. Dus dat is eigenlijk het proces voor de ICO. Waarin het project een beetje zijn eerste funding ophaalt. Ja. Daar wordt al zoveel geld geboden en opgehaald soms. Ja. Dat een ICO helemaal niet meer nodig is. Er zijn vrij veel projecten geweest de laatste tijd die hebben gezegd van ja jongens, we hebben zoveel geld al in de pre-sale opgehaald en toevallig is Ethereum in de tussentijd vrij veel in waarde gestegen. Wij cancelen ons ICO, want anders dan gaan we over die hardcap heen hè, die we eerder hebben afgesproken. Ja. Heb je dat ook als investeerder wel eens ervaren dat jullie toch gewoon soms te laat waren? Kan natuurlijk. Of? Ja, bij een paar projecten wel gehad, maar in heel veel projecten doen wij ook in de pre-sales mee, dus dan is het niet echt een probleem. En dan zit je echt, dan gaat het echt vanaf 50, 100 Ethereum of wel meer gewoon vaak, ja, klopt. Daar zit wel vaak een limiet aan. De pre-sales zijn meestal sowieso meer dan 10 tot 50.000 euro. Ja. Soms nogal veel meer inderdaad. Er zijn projecten waarbij je minst. Telegram bijvoorbeeld, die heeft gaat ook een ICO doen. Ja, we willen 1,2 miljoen. Maar de pre-sale, om daaraan mee te kunnen doen, moet je 25 miljoen ongeveer poolen. Ja. Gaan jullie dat doen? We hebben in een pool meegedaan. Dus je gaat wel meedoen aan de Telegram ICO? Oké, kun je dat kort motiveren? Telegram is, even beginnen, is de place to go voor iedereen die met cryptocurrencies bezig is op dit moment. Iedereen gebruikt het. Ja. En dus het is denk ik, al meerdere projecten hebben geprobeerd om daadwerkelijk een ecosysteem te gaan creëren. Ja. Maar ik denk dat Telegram met de userbase die ze hebben, hè, met het type klant wat ze ook hebben. Kin heeft het bijvoorbeeld geprobeerd, maar die heeft een heel ander type klant. Okay. Denk ik dat zij
ja, in een uitgelezen positie zitten om dat daadwerkelijk te proberen. Kijken of het uiteindelijk wat gaat worden, weet ik niet. Maar ik denk wel dat er dusdanig veel kans is dat het enigszins gaat lukken, dat het interessant is om eraan mee te doen. Ja. Want wat zou voor Telegram dan de next step zijn, inderdaad? Precies. Nou, die willen. Kijk, die gaan van alles doen eigenlijk. Dus die willen ze een soort handelsplatform lanceren in hun app. Een platform van microtransacties. Jobs, de gig economy. Dat echt monetizen. Want zou je bijvoorbeeld, even daarop voortbedurend. Ja. Je kunt gewoon dan op de duur zo misschien Telegram een betaalapp kunnen zijn. Bijvoorbeeld. Dat zeg ik. Er zijn zoveel factoren uiteindelijk die meespelen of dat gaat lukken. Zoals dat heel WeChat erg moeilijk ziet in China. Bijvoorbeeld bij WeChat, ja. Dat is waar zij ook heen willen. Vind ik een mooie visie. Ik vind het persoonlijk heel erg handig als alles vanuit één punt kan. Zowel je identificatie, noem het maar op. En helemaal als dat via een blockchain gaat, waarin je data dus ook nog eens veilig is en van jou is. Je hebt heel veel vertrouwen in Telegram, eigenlijk als... Dat zeg ik, kijk, ik vind het concept wel mooi. Ja. Maar ik denk dat Telegram op dit moment de enige partij is die dat realistisch gezien ook zou kunnen doen. Ja, precies. Door de schaal en grootte die ze al hebben. Ja, miljoenen gebruikers. Precies, 200-300 miljoen gebruikers, waarvan heel veel crypto gebruikers ook. Eigenlijk iedereen die met crypto bezig is, die zit ook wel op Telegram. Ja, je zit in tientallen Telegram groepjes. Ja, precies. Dus zij zijn volgens mij het platform die dat zou kunnen doen. Oké. Laatste vraag. Hoe zie je deze markt? Laten we even denken alsof dit eind jaren 90 is. Ja. Hoe zien we deze markt ontwikkelen? Waar staan we? Toch even ver gezicht, 2030. Zitten we nu op dit moment zeg maar meer in die eind jaren 90, een beetje de MySpace, Lycos-achtige bedrijven die er niet echt zijn doorgebroken. Daarna kwam Google en Apple, et cetera. Zitten we echt nog in de early adopter fase met die blockchain-industrie? Vind ik heel moeilijk te zeggen. Uiteraard gaan ga er maar vanuit dat 9 van de 10 bedrijven en projecten het niet gaat redden. Ook in ICO's gewoon nooit iets waard. Kun je afschrijven. Dat wil niet zeggen dat je er op korte termijn niks aan gaat verdienen. Nee. Maar op lange termijn gaan die hun waarde verliezen. Bijna 1500 muntjes nu, crypto-munten. Het lijkt mij heel logisch dat het gros daarvan gewoon... Sowieso is het gros daarvan nu al niks waard. En het nog meer gaan uiteindelijk, blijkt het... achteraf toch niks waard te zijn. Zeg maar, als wij zitten, dan hebben we een heel andere landscape. Ja, absoluut. Maar dat is ook niet hun schuld. Want dat heb je ook in elke start-up wereld, heb je dat gewoon. Ja. Daar kom je niet omheen. Ja. En dus vanuit dat oogpunt denk ik, zitten we misschien inderdaad richting de eind jaren 90. Dat zou heel goed kunnen. Wil niet zeggen dat ik denk dat die groei nu in één keer op zou gaan houden. Ik denk dat het ook best prima kan dat dat nog een hele tijd doorgaat. Ja. Weer erop terugkomen, dat hangt van zoveel factoren af. Ja. Dat, kijk, als alle landen nu zouden zeggen van oké, prima, we verbieden het. Ja. En we verbieden handelsplatformen, ik noem maar iets. Hier. Ja, de exchanges. En dan wordt het in één keer heel erg moeilijk. Weet je wel? Dus dan kunnen de projecten nog zo goed zijn, dan kunnen ideeën nog zo goed zijn. Ja. Maar dan wordt de drempel om er iets mee te gaan doen wel heel erg groot. Dus je bent ook van heel veel factoren gewoon afhankelijk. De vraag is of een verbod realistisch is. Het kan, het is natuurlijk internet. Nee, natuurlijk, ik vind het helemaal niet realistisch. Maar ik denk wel dat als er dit jaar echt een reden zou moeten zijn waarom alles echt in een bear market gaat, waarin alles naar beneden gaat, komt dat waarschijnlijk voornamelijk door reguleringen. Ja, ja. Of het praten over reguleringen, wat ik ook al eerder heb gezegd. Dat Ik vind het heel erg goed dat mensen nadenken over goede regels. En ik denk ook dat die hier en daar nodig zijn. Ja. Niet overal. Ja. Maar door er constant over te praten, raken gewoon de mensen die ze eigenlijk ermee willen beschermen, die raken in paniek. En die gaan geld verliezen. Ja. Ja. De mensen die na kerst zijn ingestapt. Bijvoorbeeld, de mensen die niet gewoon al jaren erin zitten, die hebben er misschien net iets minder vertrouwen in dan dat ik er bijvoorbeeld in heb. Of iemand anders in mijn omgeving. Gewoon hobbel. En voor die mensen is het dan heel aannemelijk om, als jij een negatief nieuwsbericht leest, wat helemaal waar de informatie vaak niet eens negatief is, maar het is gewoon negatief geframed, om dan in paniek te raken. Ja.
dat is wel iets wat je de afgelopen tijd wel heel veel hebt ervaren. Ja, nee, ja, ik zie het heel veel. Van nepnieuws of... Ja, nou, het is niet eens zozeer nepnieuws. Het is gewoon nieuws wat verkeerd wordt geïnterpreteerd. Waar, ja, ja. Dus bijvoorbeeld de AML en KYC in Korea bijvoorbeeld. Hè? De exchange platformen daar moeten nu weten wie hun klanten zijn. Geen anonieme accounts meer. Ik vind het niet meer dan normaal. Ja. Maar goed, ja. Dus dat ben ik. Dus voor mij is zo'n bericht eigenlijk positief. Ja, ja. Maar het wordt door de media opgevat als negatief. Van Korea die stampt neer op cryptocurrencies, ja. Want zus en zus en zo. En als dat nergens op staat, want daar reageert de markt op. Ja, en dan krijg je dus juist het effect wat je niet wil. Ja, maar goed, als de markt instort, dan zijn het de traders die juichen dan vaak, toch? Ja, moet je wel een hele goede trader zijn. Ik weet niet. Ik ben ook wel een klein beetje van de filosofie dat apen net zo goed traden als mensen. Weet je, als je dakpijltjes gooit. Ja. Nee, ik wil niet zeggen dat je met traden niet geld kan verdienen, want ik ken er best wel wat die verdienen er heel veel geld mee. Ja, ja. Maar het is niks voor mij in ieder geval. Nee, oké. Nee. Nou, mooi. Laatste, heb je voor GoBlock nog voor dit jaar nog een bepaalde milestone? Ja, zeker. Wij zijn bezig met echt end-to-end solutions. Dus dat is van begin tot eind. En dan doe ik echt voornamelijk op bedrijven en overheden. Ja. Blockchain oplossingen inrichten. Ja. Dus vanaf de conceptfase, de ideefase, waarin wij trainingen en workshops doen. Tot aan het eindproduct, waar een product geïmplementeerd zou kunnen worden. Ja. Je bent een van de weinigen die niche hebben, volgens mij, op dit moment. En dat, ja, denk ik wel. Ik denk dat wij een van de enigen zijn in Nederland die dat doen. En daar blijkt enorm veel vraag naar te zijn. Dus dat is waar wij ons ook voornamelijk op doelen. En sterker nog, er is zoveel vraag dat wij moeten opschalen. Hoeveel mensen heb je nodig? Wij hebben nu zo'n 50 ontwikkelaars in Sri Lanka zitten die omgeschoold worden. Ja. Maar ook in Nederland gaat er een vrij groot team van consultants komen en een vrij groot team van technische softwarearchitecten eigenlijk. Veel talent die jullie aankunnen. Veel talent. Om dat gewoon met z'n allen te gaan doen. Ja, oké. Okay. Nou, klinkt goed. Hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Nou, dankjewel Michael voor je toelichting. Dankjewel. En succes. Dankjewel.